Hoe moet ik dit gaan doen? Ik heb 179 HP. Geen idee. Hey kijkers, dit is welkom bij een nieuwe aflevering van Dag. Ga ik Overwatch spelen samen met Vincent en Eva. Het nieuwe Overwatch Uprising supercoole... hoe heet het eigenlijk? Game mode, event, spelletje. Ja, oké, we gaan PvE doen. Wat zullen we doen? Normal, hard, expert of legendary? Alle hard. Alle hoofden. Nee, doe iets lager de eerste keer. Hard, doe maar gewoon hard. Oké, we doen wel hard. Daar kun je toch met dingen mee achieven. Dus, oh, die McCree skin, die is ook al fucking awesome, man. Ja, die heeft zo'n laserpistooltje vast. Ja, ook dat, maar op zijn hakken zit ook echt van die cowboy hakken. Oh ja, ik zie het. Echt van die tandwiel dingetjes. Dat is cool. Oh, die heb ik nog niet gezien. Maar ook ik had echt graag een nieuwe Symmetra skin willen zien. Nou ja, die is er niet. Nee. Maar bij iedere hero staat nu ook zo'n klein verhaaltje geschreven. Ja, klopt. Dat heb ik ook. Ik dacht al, ik snap het allemaal niet. Ik dus ook niet. Ik dacht van, is dat iets speciaals of zo? Maar ja, nee, moet ik dat aanschaffen voor mijn skin? Hey, de map is overdag voor het eerst, ja. Ja. King's Row. Kijk, mooi verhaaltje. Skip, bla bla. Oh nee. Allemaal kijken, sorry, ik heb ongeluk wel geskipt. Maar dan kan je het laten zien, Lars. The building of a new home for the Omnix in London was supposed to be the first step in improving human-robot relations. Ja! But it never had a chance. Oh. Hey joh! Agressiviteit! Ga je uit man, Londen uit joh! Gekke robots. Gekke Tesla wagens. Omnix. Zie je? Oh. Oh, 4-5. Ja, dat kan gewoon lopen joh, als het voor me droog. We can stop them. Oh, weet je al wat wie je bent dan? Ik wil Reinhardt zijn. Ik wil Mercy. Oh. Nee, hoor, ik wil. Ik wil wel. Pak ja, ik maar Reinhardt en Mercy. Ik wil wel. Ja, ik ook. Oh, okay. Turbjörn. Ja, Vincent mag traceren. Tracer! Merci! Merci. Oh, Mercy is sexy. Maar ik ben niet blond. Doei. Fijne dag verder allemaal. Ja, ik heb het wel al wat gespeeld. Ik één potje. Oh, dit ziet er vet uit. Die zijn we nog nooit geweest. Nee, dit is... normaal zit de spawn hier, weet moet je wel. Moeten we deze dingen kapot maken al? Ja, die wel. Ja. Moeten we nu naar de eerste... Naar de eerste point moeten we nu. En die moeten we hacken. Want eigenlijk waar het op neerkomt... Ze gaan een payload gaan ze droppen. Maar er zijn hier drie anti-air dingen. En die moeten eerst kapot zijn. En die gaan we hier hacken. En hoe hack je dan? Ja, gewoon op de point blijven. Oh. Zie je daar bovenin? Zie je dat procenten ding? Oh ja, ik zie het. Kijk. Oké, rechts komen er om niks en links komen er om niks. Dus het is sowieso handig als Reinhardt en Topio links staan en jij Tracer ja. Rechts. Ja, prima. En sowieso altijd iemand op de point, anders dan charge dat ding niet. We moeten er één of meerdere mensen op de point? Eén. Snelheid maakt niet uit. Als jij gewoon op de point blijft, schat? Ja, dat is niet altijd handig als Mercy. Laat maar, ik ga op de point staan, oké? Je hoeft niet te tanken, oké? Ah, we zijn al op 70%. Hey joh, waar denk je heen te gaan, joh, mafkees? Je gaat niet zomaar escapen van probeert mij. Probeert hij te ontsnappen? Oh. Ik sta gewoon in jullie rug, gewoon die kerels. Oké, ik ren vast naar de volgende. Oh, ik ben point. Dood, joh. Oh. Ja, wacht, kun je met R iemand. Oh. Ja, dus... ik heb hem al. Oh, ze zijn op de payload. De payload? Welke payload? Geen payload. Ik was even in. Ze hebben mij gehackt. Jouw hacker kan nu! Ja, omdat ik het verkeerd zijn. Kunnen ze jou ook hacken? Nee, joh. Ik zei alleen dat het kan. Okay. Wow, dat ding is groot, joh. Wat ding? Oh, die air defense hier, ja. Moet je die raket ook uit de lucht schieten? Nee, die doet niks. Eén ding is nou hier lekker schieten. Alles kapot schieten. Maar nou ook op links. Hoe kan je die dingen killen dan? Ja, dat schild zit hier. Je moet ook oppassen dat links ook om niks zijn, hè? Oh, links ook Eva, nog? Mag ik wat heals? Ja. Oh, die gaan bovenlangs zeker, of niet? Ja, daar komen er niet zo heel veel van. De meeste komen wel van voor. Oh, als je gewoon één keer gewoon voor zo'n ding staat, dan hoef je maar één keer gewoon goed te schieten en zijn ze allemaal dood. Yep.
Dat is echt niet leuk. Ja, je moet echt overal heen kijken. Alle kanten kunnen ze komen. Eén dus niet alleen niet, alleen voor. Stom, irritant ding. Ik wil je naar de point pinnen, ja. Hé, hey, we hebben hem gek. Doei. Oosh. Ik ben heals nodig. Allemaal dood. Ik ben heals nodig. Ik ben heals nodig. Ja. Oh, ik ook trouwens. Ik heb 60 HP. Ik ben dood. Ja. Maakt niet uit, rustig. Je kunt met R reviven. Ja, dat weet ik, maar iedereen is nog achter. Uh-oh. Ja, dat kan ik. Uh-oh. Vincent, it's up to you. Waarom liggen jullie nou allemaal op de grond? Ja. Ja, omdat iedereen uit elkaar loopt. Oké, okay, kom naar mij toe. Ik kan de anderen helpen. Ik lig hier helemaal alleen. Dan? Helemaal op de point dan. Ik ben ook. Nee! Oké, okay, dat was best wel dom. Dit was echt een goede kans, joh. Kijk ons goed bezig zijn. Hé, hey, ik blame onze Torbjorn. Ja, ik blame ook de Torbjorn. Ah, nou, we hebben het verhaal nu wel gezien, hoor. Skip. Skip. Bla, bla, bla. Torbjorn. Ik hoop dat hij goed mercy is. Oké. Okay. Ik hoop dat zo. Otherwise, we are screwed. Klappers in de handjes. Blij, blij, blij. Jongens, jullie zitten gewoon iedereen had skill. Ik ben nog niet eens in de buurt, hoe vind je dat? Ja, goed idee. Oh, hoi. Help. Oh, lol, waarom staat niemand bij ons op de objective? Omdat iedereen het ergens anders mee bezig was. Hey Vincent. Ja? Kijk eens naar mij, hè. Waar ben je nou weer? Ga nou geen spelletje doen, je moet dat spul verdedigen, man. Hier, iemand armer? Waar staan ze nou allemaal? Ze zijn allemaal bang voor ons. Nou, ik ga vast naar de volgende point toe. Ik ben echt armor aan het plaatsen, jongen. Ik heb mijn ult ook klaar, dus mocht er iemand hulp nodig zijn. Ja, het is ook altijd handig om zo snel mogelijk naar de point te gaan. Kijk, let op. Lekker laar, boos jongen. Oké. Ik weet waar je die turret in moet zetten, die moet je hier neerzetten. Kijk, want dan heeft hij zowel de linkerkant als de voorkant. Dat is wel slim. En hij heeft net achter die muur staan, dat is echt geen handige Harry die kerel. We hadden gewoon een ervaren Torbjorn nodig. Ja, precies. Stiekem speelt Vincent altijd Torbjorn. Ah, wat willen ze nou? Met een stoeldoenerij, dat mag ik, joh. Oh, multicore! Bing, bing, bing! Oh, oh, let's go! Ik ben er alvast. Armor for everybody. Yes. Hier komen ze ook weer van alle kanten? Ja. Ja, van vooral van voren. Trap. Heel veel van voren. En trap, ja. Komt goed. We hebben het ding al bijna. Vuurwerk! Woehoe! Gaat hij weer, hoor. Woehoe! Nice. Oké, okay, wij moeten doorlopen naar de payloads. Je weet waar de plek is. Ah, ja, oké. Okay. Ja, allemaal erop staan. Oké, okay, nou, wat we moeten doen? Gewoon bastions killen. Bastions en paarse ballen dood. Ja. Oké, ik zet dan mijn turret op de dinges. Ja, dat is zo. Slice. Gewoon bovenop de ding staan, maar ik kan niet gebeten. Oh ja, deze beesten. We moeten dit 3 minuten. Ja, soort van. Dit is een slicer. We moeten ze 3 minuten 37 volhouden. Ja. Op dit plekje. Ja. En dan moeten we dus. Dat lukt makkelijk. Ja, zo min mogelijk. Payload damage. Ja, nou, het wordt nog wel wat moeilijker, Vincent. Ja, want ik heb mijn ult. En dadelijk komen van die ballen. Zeg maar als je hulp nodig hebt. Nou, nu niet. Ik zou die echt wel bewaren. Want dat wordt echt nog veel moeilijker. Oh, oeps. Heb ik mezelf verkeerd? Red Eva. Ik heb mijn ult gedaan. Zo. Perfect. Thanks. Je bent nu ook gewoon eigenlijk ben jij bezig met die payload, hè? Qua Give storyline gezien. Oh, kijk, die paarse dinges. Die paarse dinges gaat dood. Die moeten zo snel mogelijk dood. Ik probeer. Ja. Ik en. En Lars focussen daar volop. Dat ding. Erin. Ja, focussen. Zo grote? Ja, maar ik kan die wegpinnen als het. Kijk zo. En ik mis. Maar oké, okay, er is nog steeds wel wat naar achter genoopt. Nee, niet heel. Hij is licht. Nou komen de bastion. Staand of als turret zijnde? Turret. Hier, kijk deze. Oh. Die bastion. Shit, joh. Hij hield ook gewoon nog, joh. Ja, die dingen zijn sterk.
Oké, ik moet hem redden, want ik word van alle kanten gepakt met turret. Ja, als we dat op 80%... Pak die bestiaan! Oké. Okay. Waar de fuck is hij? Hier, bij Lars. Die bestiaan. Ja? Nee, ik zei lekker Lars. Ik heb alweer bijna ult. Ik heb weer ult, dus als het moet... Ik ook. Bal. Waar? Oh, ik zie hem. Die bal zit nu zo ver weg. Die moet wel dood zijn voordat hij aankomt. Yo, hij is bijna down. Lekker. Maar hij is van links, komt er dadelijk rechts, ook weer. Rechts, jongens, bestiaan! Ja. Boom. Oh, ik ben op die beste met mijn ult aan het schieten, jongen, wil je weten. Oh, bal. Doei, bal. Bastion, Bastion hier. Ik gooi armen jullie kant op. Doe maar, dan raden we het wel. Oh, lekker. Dus bijna down. Ulti. We hebben hem. Oh. Yes. Objective. Hebben we nou serieus... Nee, we moeten hem nog escorten, hè? Oh, echt? Tot... Oh my god. Ja, dus waarschijnlijk halen we dat niet, maar dat maakt niet uit. Oké, Bastion is in de ult versie. Dat gaan we niet redden, hoor. Kan ik je vertellen nu al. Ik pin hem wel, daar komt hij. Drie Bastion. Wie let erop achter ons? Ik. Oké. Voorop staat turret, achter kijk. Nou, we hebben hem 80%. Hij mag geen damage meer krijgen. Laat maar. Dat is echt onmogelijk dan. Nee. Ja, het is wel mogelijk. Ja, dan zou Reinhardt wel. Dan zou jij de hele tijd. Ja, maar ik kan veel die slicers, die kogels daarvan kan ik ook niet eens blokken, hè. Achter ons weer zo'n paar. Achter ons een bal! Maar misschien kun je die achievement wel achieven met all heroes. Nee, volgens mij niet. Oh, wie heeft mijn turret gesloopt, joh? Ja, die denk die monster achter ons. Beste zit in dat huisje, holy shit. Echt, ik binnen. Oh, is kapot. Ja, kom achter mijn shield. Ik ga gewoon dood, joh. Ik ga gewoon dood. Zo, Bastion. Down. Hoe leeft hij nog zo hard? En ik ben weer dood. Kom. Ja, zo kan het natuurlijk ook. En we zitten nu op 53%, hè. Daarmee deliveren we hem. En we moeten hem op 80% deliveren. Op dezelfde mode. En nu ga jij dit ding laten ontploffen. Echt? Ja, dit doe ik. Dat doe ik wel even, joh. Kijk, ziet hem gaan. Oh. Auw! Auw! Ik kan er gewoon op staan. Wow! Ja. Oké, hier rechts staat meteen een bastion. Oh joh, wat doet die kerel hier? Kill die kerel met dat sterretje! Ja, die moeten we focussen, maar die zijn niet zo heel sterk. Boom. Help, hier hulp nodig met een bastion. Ik ben bij je. Oh shit! Ik heb hem. Ik was op 12 HP. Oh shit, ik werd gewoon in mijn rug. Ik kom je helpen. Nice. Oké, we moeten even die bastion daarachter moeten we pakken. En ik weet hoe ik dat kan doen. Ik wacht tot mijn schild vol is en dan kom ik in zijn rug. Waarom zeg je tot schiet zo op mijn turret? Ja, omdat jouw turret ook op hun schiet. Nee, maar dat is gemeen, joh. Ik schiet gewoon. Niet eerlijk. Okay. Kill Yorisa, ze is aan het vluchten. Ja. Ik ga proberen erin te komen. Lars beschermen. Oké, ik ga er nu. Oké, je kunt er reviven. Mercy doet het al. Yes, thanks. Let op voor die bastion hier. En oh, die best. Lekker bastion hoor. Deze bastion is dood. Nu staat er achter nog een bastion. Oh, daarachter staat nog een bastion. Ja. Ik ga die even pinnen. Even hier links staat hij. Ja. Oké, ik hou het niet lang vol. Nee, schild... ik ga hier schieten, wat een pannenkoek. Oké, mijn schild is bijna op, ik ga even die bestie hier nog even pinnen. Oh shit, oh ik had bestie bijna. Ik maak het af. Zo, die is dood. Ready? Bestie niet ult. Een van die twee Orisas is nog lang niet dood. Zo. Uh-oh. Iemand moet Eva redden, ik kom daar niet. Ik ben dood. Oh. Hey, hoe... Heeft die Mercy rest? Waarom rest die Mercy jullie niet? Oh, zo kan het. Ja, wat ik niet snap, die Mercy die stopt net achter. Hoe moet ik dit gaan doen? Ik heb 179 HP. Geen idee. Ja, mijn wacht, we zijn over 24 seconden zijn we er. Ik ben over 20 seconden er. Ik ben 29. Echt, gaat het automatisch? Ik dacht dat het tijd was voordat je weer... Voordat ik jullie niet meer kan reviven.
12, 11. Oh, dat weet ik niet. Ja, want dan blijf ik nu weg, hè, want anders heb ik verloren. Ja, shit, ik haal dit niet. Ik haal dit niet, die bestie gaat door mijn schild heen. Ik ben helemaal naar buiten. Oh ja, dat is wel die tijd, ja. Oké. Ja, ik blame op de mercy dit keer. Oké, we gaan het nog één keer proberen. Poging 3. Alleen dit keer gaat Eva mercy. Dus ik heb vertrouwen in Eva als mercy. Ja, maar ik heb geen vertrouwen in onze Tracer. Nu al niet. Dit is net kindje. We gaan het pas echt zien als we straks zeg maar weer bij die payload zijn. Kijk, zo doen we dat, hè. Natuurlijk, en nu al zeuren om armor, Tracer. Pak het dan ook, er ligt zoveel op de grond. Ik gooi 24-7 armor. Kijk dan, ze heeft ook al gewoon armor. Kijk links bovenaan, ze heeft gewoon armor. What the fuck? Ziek hoor. Oké, dat was een goede ult van de. Ja. Mijn ult was beter. Maar jij kreeg play of the game, zij niet. Turret deployed. Links. Mijn rechts schiet zo weer. Wow, allemaal wegwezen. Oh, gaan ze weer. Stelletje agressieve. Lingen. Oh shit, in één keer door. Nee. Kijk, ik ben eerste. Ik kom Vincent nog aan met super speed. Hé, hey, lang is het rust, oké? Kleine beentjes, hè? Ja. Oh. Nou, ik ga nu gewoon lekker schild ophouden dan. Boom. Oh, ik ga veel te ver. Ga blijf bij de dinges. Lol, dat ding staat nu wel echt flink wel. Lijkt me wat handig. Ik kom weer terug. Nog een bal. Niet meer. Ah, nee, klopt. Die moeten we even nu keihard neermappen. Snel, 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 snel. Iedereen vol focus. Nice. Ik had mijn pin inderdaad niet meer. Ik heb nu wel weer mijn ult. Bastion. Waar? Hier. Ja, wat ja hier rechts. Rechts. Okay. Nice. Eén Bastion down. Oh, heb je er weer één. Zie hem. Zo, die bestie moet wel bijna dood zijn nu. Ja. Nice. Oké, ik kom wel schilden. Oké, okay. Wacht, probeer die eerste focus zonder mijn rolt. Ik kan altijd nog pinnen. Oh, chips. Ja, laat maar. Dit heeft geen zin. Dit potje is verloren. Nee, vind het niet. Nee, oké, okay, het is wel verloren. Ja, dat kan wel. Hopelijk gaat het de volgende keer wel lukken. Nou, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze nieuwe gekke Overwatch. Mocht je nou vaker Overwatch willen, druk dan even op een duimpje omhoog. Laat dan reacties achter welke hero jij het aller coolst vindt. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later! Symmetra! Symmetra! 80, alsof we overtime hebben of zo. Fuck! Boom! Good work out there, team. Thank you, soldier.